Willem II spelend met twee spitsen. Guus van der Borg en Stewart. Dit is Stewart. Wolfs. De bedoeling is natuurlijk om te spelen op Van der Borg. Natuurlijk. Veskens, Godé. Sandel zit ernaast. Omdat Sandel, de verdediger, die bal niet lekker wegkomt, wordt dit inmiddels al de vijfde hoekschop voor Willem II. We zijn amper 6 minuten bezig. Met God. Godé kan links enorm uithalen. Doet dat. Goede redding. Edward Metgod. Leuk moment. Zo even na 6 minuten. Op het middenveld. John Veskens is de verdedigende man. Goede beweging voor Veldman. Wordt vastgehouden door Lubiak, Veldman. Martin van Geel. Voorgeven. Veskens kan die bal alsnog voorgeven. En dan is het over en uit. Maar het zag er allemaal aardig uit. Spectaculair werk. Wolfs en dan die kopbal van Malin. Inmiddels 18 minuten gespeeld. Heel af en toe wat nonchalance achterin bij Willem II. Maar echt in de problemen raken ze niet. Daarentegen Sparta wel, want Willem II is de betere. Stewart en Sas wijzen op naar die overtreding van deze nummer 3, Sas. Wijzen op. Houdt maar gaan helpen. Godé. Ingooi Dijkstra op Van der Borg. Godé, die had een vluchtig vrije man in staan. In dit geval Veskens. Die kan overigens goed uithalen hoor. Doelpunt. Een doelpunt. Van die nummer 10, Guus van der Borg. Kreeg wat gelukkig de bal, daar gaan we nog eens even naar kijken. Dit is Veskens, aandacht wordt afgeleid door Meeser. Komt die bal wat gelukkig terecht, dacht ik zo, bij Van der Borg. Maar die scoort in ieder geval en brengt Willem II na 20 minuten exact op een 1-0 voorsprong. Overtreding van Malien op Peter Houtman. Valter van der Berg. Van den Berg dan op Roembiak. Houtman, doelpunt, Vurens. Kijk, dat is dan Sparta. Amper in de aanval geweest. Vrij schop werd heel slim genomen. De bal ging naar rechts naar Roembiak. Die bal kwam toen voor. Geen verdediger kwam eraan. Let er maar eens even op. Dit is dan die Roembiak. Geeft die bal voor. Daar is daar Peter Houtman. En dan komt daar ineens Vurens en staan we gelijk. Uittrap van Roland Jansen. En het doelpunt. Een goal van Martin van Geel. Zo zie je hem niet. En zo scoort hij en brengt Willem II op een 2 in voorsprong. Na een minuut of 7, daar is de situatie, krijgt die bal mee. Lopen twee Spartanen elkaar in de weg. En dan benut hij heel goed met zijn rechterbeen nog wel deze kans. Dat is 2-1 voor Tilburg. Aardige dingen die zien hoor. Roembiak met wat geluk. Komt die bal bij Vurens. Is hem alweer kwijt. Van der Borg. En Godé. Mooie paas van Godé, weer met het rechterbeen, gaat hij erin en gaat erin, ja! Goal, prachtige paas van Godé, opnieuw op Martin van Geel. Weer kwam die bal voor zijn rechterbeen, we weten het allemaal, het is de sterkste niet. Maar hij rolt het heel bekwaam af. En Willem II leidt na 13 minuten in de tweede helft met 3-1. Daar nogmaals die mooie paas van Godé. Waar is dan die verdediging van Sparta? Keeper komt uit zijn goal met God.
Sandel kan er niks van doen. Willem II leidt met 3-1. Dit is Ben Spork. Van den Berg is komen vervangen. Stewart. Gaat hij? Puur op snelheid en op doorzettingsvermogen. Scoort Stewart. Loopt Sandel eruit. Puntert die bal erin. En binnen een paar minuten is Willem II helemaal los van Sparta. Sandel probeert nog iets aan te doen. Stewart is snel. Hup, binnenkant schoen. Zo gaat hij erin. 4-1 voorsprong. Willem II, kan niet op. Wolfs, Stewart. Stewart, goal! Jongen, wat een mooie! Jongen. We gaan er nog eens naar kijken, terwijl met God zo'n hoogschut. Stewart. Gaat daar langs zijn eerste tegenstander. Snoei kijkt toe, doet niks. En dan dat schot. En het is 5-1 en Sparta wordt opgerold. Nou, eens kijken. Hoe scoren nog oploopt. Sneu voor Sparta, maar ze worden volkomen weggespeeld in deze tweede helft. Terwijl ze in de eerste helft zo knap tegenstand boden. Ja, er is een overtreding van Snoei. Die zich niet op kijk wil laten zetten natuurlijk, maar het is wel een overtreding. We gaan door met die vrije schop. Voor Willem II. Met Malien voor. Nou, wat scheelt het allemaal? Kopbal van Guus van der Borg. Jan de kans natuurlijk op 6-1, dat wel. 6-1, dat wel. Ja, als ik van Doorn van dan zou ik hier ook liever niet zitten in het Tilburgse Sportpark. Het moet heel erg zijn voor een coach als je ziet hoe je ploeg wordt afgedroogd. En we hebben nog een tijdje te gaan hoor. Roembiak. Wolfs. Van Geel, bal moet naar links. Heeft Van Geel gezien. En Dijkstra. Voor die bal links voorgeeft, doet hij heel knap. De Rode. Ja! Stewart! Opnieuw! En dit is dus een pure hat-trick van deze Stewart. 3 goals achter elkaar in 1 helft. Dat mag je een echte hat-trick noemen. Kijk maar. Ron de Rode raakt die bal niet goed. Komt die bal weer bij Stewart. Een rolletje langs Smetgod. 6-1 scoren.